Hoi hoi, hier ben ik weer, Patrice Kleurt. En dit keer neem ik jullie mee in de review van de Dual Markers van Nassau Fine Art. Ik heb deze een paar weken geleden toegestuurd gekregen van colorpencils.eu. En hiervoor wil ik hun natuurlijk enorm voor bedanken. En nog een klein beetje aan het spelen met mijn licht, omdat ik van mijn kamer naar de woonkamer ben gegaan, omdat het gewoon te heet is. Oké, ga ik verder met de Dual Markers. Het is een zwart plastic doosje, zoals je kan zien. Achterop staat ook Art Sensations. Ook weer de sticker van Nassau. Ik ga mijn beeld iets hoger zetten. Want anders blijf ik vervelen. Het fijne van dit doosje, kistje is, er zit een hendel aan, dus je kan hem overal mee naartoe nemen. Voorop zit een clipje. Maak je open, gewoon één keer klikken en hier heb je de 24 markers. Ik zeg 24 markers, maar er zitten maar 23 kleuren in en deze marker, de 0, even kijken of ik het beter kan laten zien, de Colorless Blender, dat is dat je de kleuren kunt blenden onderling. Dit zijn low budget markers. Ze zullen nooit meer dan 15 euro kosten. Maar het is wel voor de 24 kleuren. Wat ik een voordeel van low budget markers vind is, en dat heb ik zelf ook gedaan, ik wil op een gegeven moment met markers beginnen, maar goede markers, de dure markers, de duurdere merken, reizen voor mij in de pan uit. En ik wist niet zeker van, kan ik ermee werken? Vind ik het leuk om ermee te werken? Stel dat ik een set dure markers had gekocht en ik vind het niks, dan vind ik het weggegooid geld. Dus ik raad de meeste altijd aan, begin even met een low budget. Vind je het leuk? Kan je nog altijd voor de duurdere merken gaan. Het is net of dat ze helemaal los zitten in het doosje, maar dat is niet zo. Nu dus wel. Ze zitten in een praktisch kubusje. Ja, ik noem het een kubusje met gaatjes erin waar ze dus insteken. Dus je stopt ze er eigenlijk gewoon elke keer terug. Ik weet niet of je het kan zien wat ik doe. Ja, gewoon terug in de vierkantjes. Ik vind dit zelf wel prettig. Je hebt van die stapel bakjes waar je de markers speciaal gemaakt voor de markers, die je dan uitgebreid op je bureau kan zetten. Maar hoe meer op je bureau, hoe minder werkruimte je hebt. Dus dit kistje, doosje, bent klaar met kleuren. Je pakt het op en zet het in je kast. En opgeruimd is die dan. Wat ik nog meer wil vertellen. Nassau Fine Art is voor mij een redelijke nieuw merk. Dit is de tweede keer dat ik iets over Nassau Fine Art review. Mijn vorige ging over de LED Lightpad.
oftewel de lichtbak van Nassau. Ook super, kan je terugkijken op mijn YouTube filmpjes. Waar je rekening mee moet houden is: alcoholblenders drukken altijd door op je papier, zoals je hier kunt zien. Dit is mijn kleurenkaart die ik heb gemaakt. Ik maak altijd de kleurenkaart. De kleurenkaart komt ook leeg te staan op mijn blog, zodat je, als je deze markers eventueel zou kopen, heb je in ieder geval al een kleurenkaart, een colorchart. Ik probeer ook altijd het merk erboven te zetten. Deze is dus te downloaden op mijn blog. Ik zal hem ook bij mijn opmerkingen onder het filmpje van YouTube zal ik hem neerzetten, de link. Komt allemaal goed. Daar staat alles wat je kunt downloaden, waar je het kunt bekijken, waar je het kunt kopen. Oké. Het leuke van de dubbelmarkers vind ik, en als je goed kijkt zie je ook het verschil. Dit is één laagje, ik zal het bij deze doen, zie je het beste, één laagje. Ik ben hier met twee laagjes overheen gegaan. Zie je ook heel goed bij het warme grijs, één laagje. En net zoals met kleuren, je meerdere laagjes, hoe donkerder dat de kleur wordt. Het enige wat ik jammer vind, ze hadden voor mij één of twee gele eruit mogen laten. En grasgreen of applegreen, in ieder geval een groene kleur erin mogen stoppen. De salmon pink vind ik behoorlijk okergeel. Maar ja, ik moest zo mee doen. Wat ik wel super vind, dat zijn de vier lila kleuren. Oh, het is heel moeilijk te zien. Ik zal het er vast uithalen. Ik zal ze direct even op een ander papiertje voordoen. Dan kan je het beter zien. Waarom dat ik dit super vind? Deze zitten bij de low budget in het doosje, dus bij het pakketje. Bij de duurdere merken moet je ze echt los kopen. Of een set met alleen pastelkleuren kopen. Dan ga ik eventjes voor jullie een papiertje pakken. Ik heb zelf geen markerpapier. Nou, kom op. Geen markerpapier, maar het papier waar ik met de markers op werk is ook toevallig low budget blok. Dit vel wat ik er net uit heb gehaald is 200 gram, 220 gram, sorry. Maar hij heeft ook zwart en het bruine papier. Dit blok kost nog geen 5 euro. Ik heb ook het duurdere kwaliteit papier, Multitechniek van Painteron, van Clairefontaine. Ik kan ermee printen. Hij drukt wel door, maar als je de lijntjes, pakt, als je dan te hard drukt, dan bleedt het meestal door de lijntjes heen. Dat is dus met dit papier niet. De color charts heb ik dus met het low budget papier gedaan. Wat ik nu voor ga doen is op de Painteron. En dan ga ik eventjes iets pakken. Nee dus. Maar ik zal in eerste instantie, dit is Buttercup Yellow.
waar ik het nu mee doe, is dus ook een bijtelpunt. En je hebt een gewone stiftpunt. Dit is niet de bruspunt, maar een gewone punt. Ik ga even iets proberen. Zo, zet mijn licht één tint lichter. Zie je iets meer. Nu zie je hoe licht dat die is, dus ik ga er nog een keer overheen. En dan doe ik er twee enkele lagen overheen. Dit is de Mind Blue. Ook weer als eerste de bijtelpunt. Vier laagjes gewoon. Ga ik er nog een keer overheen. Dan zie je al meteen het kleurverschil. De gewone punt. En het tweede laagje. Dan laat ik ook nog eventjes. Want ik vind ze zo mooi, die lila kleuren. Of de lila kleuren zeg ik, hoor mij nou. De pastel tinten, ik vind ze echt super. Dit is trouwens peel lilac. Dus die kan je ook gewoon donkerder maken. En je ziet echt al gewoon het verschil. Maar wat ook leuk is, en dat laat ik jullie direct zien. Je hebt van die hele dure chameleon stiften markers. En dat kan je dus ook met deze markers doen. Kijk eens hoe mooi dat het groen is. Het is echt van dat, ik noem het altijd babyblauw en babygroen. Het zeegroene, het mintgroene. Oké, ik kom zo terug op de... nee, ik ga dat nu doen. Ik pak nu, even kijken, pastel yellow met een gekke kleur. Ik ga gewoon proberen. Met de blauw. Je ziet, ik pak nummer 72 Napoleon Blue. En ik pak 37 pastel yellow, zeggen ze dan. Ik druk de blauwe. Druk ik op de gele punt. Je ziet nu ook dat de blauw erin is gekomen. En nu wordt die gewoon heel mooi groen. Dus dit is echt heel leuk om blaadjes te kleuren. Ik kan het ook andersom doen. Begint hij gelijk met groen. Ik vind het jammer dat ik niet kan inzoomen. Zo. Je ziet hier echt van blauw. Ga je naar groen. Ik heb een
mahoniekleur en een salmon pink. Vind ik ook leuk. Heb ik geprobeerd. Het lijkt me super gaaf om dat met haren te gaan doen. Oh, sorry. En je ziet hem echt gewoon lichter worden. Pak even. Ik pak helemaal niks. De doppen die gaan er echt heel strak op, dus je hoeft echt niet bang te zijn. Van, ze lopen vlug leeg. Ik ga het een keer proberen met de bijtelpunt. Dit heb ik nog nooit gedaan, dus we moeten even kijken wat die doet. Druk je ook gewoon erop. Alleen waar je met de bijtelpunt hebt, hij blijft langer. Hoe zeg ik dat? Kijk, het bruin blijft er langer in zitten. Dus je moet even goed weten hoe of wat. Maar je kan dus gewoon echt met verschillende kleuren. Oh, sorry, met verschillende kleuren werken. Nu laat ik dus ook zien waarom dat ik hem zo mooi vind. Ik hou zelf van sierletters. En is dat echt Nassau op Fine Art. Ik heb deze zo vaak in mijn handen gehad. De tekst gaat er gewoon niet af. Nu zijn er mensen die denken van ja, maar er zijn al low budget markers. Klopt. Dat zijn, oh, die moet ik houden. Dat zijn de twin markers. En ik heb er hier bewust, die viel mij meteen op, dus ik heb deze apart gehouden. Dit is de twin marker. 12 koralraad, sorry. Dit is de Nassau 12 koralraad. Zien jullie het verschil al? Kijk, ik zal het met de bijtelpunt weer laten zien. Het is gewoon één laagje. En dit is ook één laagje. Dus wat een verschil. Dus niet gaan denken, ja hallo, twin marker ziet hetzelfde eruit. Klopt, maar er zit wel degelijk kleurverschil in. Ondanks dat dezelfde naam is, ondanks dat hetzelfde kleurnummer is. Dat gehad te hebben. Iedereen die van markers heeft gehoord of ermee al mee werkt, die weten, alcoholmarkers drukken altijd door, ten alle tijde. Kijk, dit wil je niet als je bezig bent met een boek waar dubbelzijdig is afgedrukt aan de andere kant van je tekening hebben. Dus wat raad ik aan? Wil je echt een kleurplaat uit een boek die dubbelzijdig is, kopieer het boek. Het boek niet, de bladzijde. Je kan een kopie maken of je hebt boeken met enkelzijdig pagina's. Maar stop er dan wel altijd één of twee A4'tjes
achter de tekening, als je doordrukt, dat je dan dit op dit blad krijgt en niet op de volgende tekening. Dat is echt wat je moet onthouden. Je kan ook met meerdere producten werken. Ik heb hier, ik zal hem weer iets omhoog zetten. In plaats van, sorry, Mariola Bidek gedaan. Hele lichte roze tinten. Ik wilde natuurlijk zelf weten van hoe of wat. Ik laat het je nog een keer zien. Doe ik bewust met een andere kleur, want ik begin eerst met de gewone kleur. Hier heb ik het dus nog niet gedaan. En je kan met potlood dus die diepte aanbrengen. En vooral omdat de haren meestal wel een grayscale tint achter zit. Weet je precies van, oh, dat zijn donkere haren. Dat moeten donkere haren zijn. Dan maak je ze gewoon donker met een potlood. Trek streepjes. Ik gebruik hier toevallig de Derwent Artist voor, omdat het een hard potlood is. En je kunt er heel mooi streepjes mee trekken. Even kijken. Hier ook nog. Hier nog wat. En hoe meer dat je overheen kleurt, haartjes trekt, hoe meer diepte dat je krijgt. De rest van de marker wordt dan wel leeg. Maar je kunt dus eventueel weer gewoon met, dit was de, moet ik even spieken. Ik moet even spieken jongens, want ik ken de kleuren dus nog niet allemaal uit mijn hoofd. 147. Waar zal ik eens beginnen? Hier. Ga wel altijd alvast met de haarrichting mee, scheelt je een hoop werk. En het komt het mooiste uit. Hij lijkt nog heel donker, maar de alcohol, zeg maar, die moet nog vervliegen. Ik weet het niet anders uit te leggen. Maar je ziet, je krijgt dan en je kan gewoon over de potlood heen gaan met je marker. Je krijgt dan ook nog een boost overheen. Dus je ziet, ik heb nu, hier heb ik gekleurd. Ik zal hem aan deze kant ook nog een keer doen. Ik zelf, kijk, de bijtenpunt is voor grotere oppervlakte, maar ja, jullie weten, de meeste kunnen mij. Dus ik ben lekker eigenwijs. Ik doe toch altijd alles met de stift. Ik noem het de stiftpunt, de fijne punt. Dus je ziet echt het verschil. Heb je zoiets van, ik ben nog niet tevreden? Oké. Gaan we er nog een keer overheen. Dit is het paarse gedeelte. Je haarkleur is toch nooit hetzelfde, dus we maken er een beetje funky. En ik doe er een klein beetje blauw
doorheen. Alleen om te laten zien dat je dus gewoon met potlood over andere merken potlood heen kan gaan en over de markers. En hoe meer laagjes potlood, hoe meer diepte en warmte je erin kan brengen. Kan ik hier ook nog even doen. Ik probeer het heel kort te houden vandaag en het ligt niet aan jullie, maar het is zo warm. Je ziet niet verschil tussen dit staartje, ja ik noem het maar even staartje, en deze. Het zijn gewoon twee, gewoon door een andere kleur er toe te voegen. Kijk, ik kan hier ook nog wel een beetje paars. Wat hier ook heel fijn, tenminste als je een plaat met haren doet. De Pro Color is gewoon super. Je kan het gewoon met alles. Elke potlood doen. Flinke spitse punt. Lekker aan de haren rommelen. En doorgaan. Net zo lang. Maar dat is met alle platen. Doorgaan. Totdat je het zelf mooi vindt. Nou, doe een beetje groovy in de punten. Deze review komt ook op mijn blog te staan. Dus heb je zoiets van, ik wil toch nog even alles doorlezen. Kan je het daar op je gemak doorlezen. Je kunt me ook volgen op mijn blog. Je kunt je eigen abonneren bij mij op mijn YouTube. Dan mis je ook nooit meer. Als ik een livestream doe, ik doe... Eén keer in de week op woensdag een color along of een unboxing of zo. En dat doe ik allemaal op woensdagavond tussen de tijd van 7:30 en 8:00. Ik ga blauw pakken om deze vlecht ook nog even te laten zien van ja, je kan er overheen. Ik zal hem niet helemaal doen. Ja, het is zo klein. Kan eigenlijk wel helemaal. En markers is ook echt weer iets wat je moet leren. Om mee te kleuren. Het is heel anders kleuren als een potlood. Druk je te hard en dan zachtjes, dan krijg je al kleurverschil te zien. Maar het is wel heel leuk. Ik vind het steeds leuker om te doen. Kijk, nu zie je echt gewoon, oh, ik ben er een stukje vergeten. Zie je gewoon van, hé, er zit een beetje verschil in van kleur. Oké, ik heb je net over gehad over de Mixit Media. Nu heb ik dus deze plaat van de week gedaan. Behalve, ja, de bloem heb ik wel gedaan, maar die heb ik met Pentreffel van Intense gedaan. Verder is alles, maar dan ook echt alles... De onderste laag marker en verder afgekleurd met kleurpotloden. Het paarse, ja, heb je net gezien in de vorige tekening, heb ik gedaan met potloden van de Lightfast. Hier heb ik
wel groen van de, die heb ik dan van de, het andere merk, de Twin Markers, maar ook weer die diepte gecreëerd. De gezicht heb ik gedaan, ook aangekleurd met potlood, alles. Alleen de achtergrond is puur marker, dus ik ben van donker naar heel licht gegaan. En hier achterop de witte dots. Dat is met Moluto gedaan. Dus je kan echt van alles doen met de markers. Het is een hele leuke onderlaag. Heb je iets, zeg maar zo'n bladzijde. Maar je wilt de achterkant helemaal inkleuren. Kan je ook doen dat de hele achterkant ingekleurd is en dat je de rest alleen potloden gebruikt. Of net zoals ik. Je doet alles één laag en je vult het steeds weer op met potloden. Nogmaals, dit is een superleuk blikje, doosje. Ik zou zeggen, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dat jullie hebben, dat ik er weer was met mijn review. Mijn YouTube review dit keer. Mijn review komt dus nogmaals ook te staan op mijn blog. Ook in de nieuwe groep op Facebook. Patrice Amy Coloring Aura. Daar kan je ook lid bij worden. Staat ook alles over. De reviews, de YouTube. Over alle materialen die ik gebruik en gebruikt heb. En alles komt bij de opmerkingen te staan. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Dag!